Bols en beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we verder met die aanvragen. Dat is nog een SRM en straks een SXP, een XRP en een VET. En waarschijnlijk doe ik Cream en Rose een andere keer. Maar we gaan verder met SRM. Ik vroeg aan jullie of je. Ja, hoe zouden jullie het afmaken? En Vic kwam het meest dichtbij, denk ik, in de comments. Want je bent hier nu door die 068 gepierst, je hebt het hier gepierst en je bent er doorheen. Het volgende level is die 0.786. Nu ben ik zelf een beetje verder gaan kijken. En dat is ook wat je dan zelf moet gaan doen. Is als ik hem vanuit hier trek, gewoon vanuit het begin, dan ben je exact op die 0.6 en8 geland. Dus je bent erop geland, niet gepierst. En je ziet ook dat die 0.5 hier wel werkt. En als je iets dieper gaat, dan zie je ook dat hij dat hier tussen blijft hangen. Dus ik, ik laat het liefst eigenlijk deze VIP staan, omdat dat echt het grote plaatje is. En ook al moet je deze ook nog steeds. Eigenlijk wat ik meestal doe, is, is twee van die Fibonacci-reeks naast elkaar zetten. En zodoende kun je kijken of daar wat samenvloeiing in komt. En uiteindelijk kun je zien welke er beter of slechter werkt. Want op zich, met deze ben ik, heel, ben ik ook nog best wel content. Even kijken, een ander kleurtje. Dus hier heb je van beneden, dan ben je bij de 0.68 geland. En bij die witte ben je door de 0.68 gegaan. En ga je eigenlijk al naar het volgende level, naar die 0.786. En het ligt een beetje onder die 5 dollar. Dus een beetje de 4.30 tot de 4.80 ongeveer. Val je doorheen, dus ga je dit piercen, dan zie je ook bij die groene, dan ga je naar dit level. En dan heb je hier weer de 0.786. Dat is de uh, 3 dollar. En daaronder heb je nog natuurlijk de 0.83. Dus dat is allemaal risico. Maar op zich zou je hier best wel een mooie sport hebben waar je jezelf achter kan schuilen. Dit is een 10%. Stel even dat het pier is, dan heb je het over een 15%. Als je nu naar die 7,86 gaat, uh, dan ben je bij een 17% tot en met een 25%. Dus dat is nog allemaal wat ik kan dalen. En als je eenmaal hier bent, dan kun je natuurlijk ook naar die grote VIPs gaan. Want zie, die grote VIPs, die groene VIPs, die werken wel echt. Want je blijft hier op die 0.5 hangen. Je hebt hier precies die 0.6 en 8 geraakt. Dus ja, het kan zomaar zijn dat je die targets gaat hitten. Wat voor upside targets kun je dan hebben? Wat wij meestal deden is gewoon die eerste candle meten. Daar komt het eerste geld erin. En vaak we dat al wat geheimen. En je ziet eigenlijk al zonder fine-tunen. Heb je hier die gele 4.236 eigenlijk bij een top. Want hoe lang komt het nou daarboven? Niet echt heel lang en het is tot en met een 14 gegaan en deze VIP-reeks geeft een 11 dollar 42. Natuurlijk is dat wel een groot percentage nog, als je er helemaal in blijft zitten, maar het geeft je wel een soort van richting. Want je ziet ook bij die, uh, die 2,86 gele, dus dat zie je weer een hele goede retrace. Dan ga je van, van een 8 dollar 40 naar een 3 dollar 80, dus dat is echt flink door de midden. En ook weer hier, stel dat je hier dus geen beslissing maakt. En daarom, deze werken best wel goed. Maar stel dus dat, je ziet wel dat die 4.26 goed gepierced is. En op zich die VIP-reeks, ja, die is soms betrouwbaar, niet altijd. Maar stel dat je hier een grotere move gaat maken, kun je het hier hebben over een 17 dollar. Uh, natuurlijk laat ik je eerst altijd die, uh, de, het risico zien. Dat heb ik je nu ook laten zien, dat is die uh, 10, 15, 25%. Als ik weer even wat VIPs eraf haal. Dus die groene zijn belangrijk, maar ook die witte. Want bij die witte ben je dus eigenlijk nog. Kan je nog wel een stukje. En bij die groene ben je, nu, ben je nu op het 6 en 8 precies geland. Uh, ja, wat zouden dan je eerste targets kunnen zijn? Als eerste ga je gewoon weer met die retrace tool. Stel dat je hier support vindt. Dan kan je hem tot en met hier trekken. En stel. <coughs> Excuses. Stel dat je wat verder zak, kun je hem tot en met hier trekken natuurlijk. Maar stel dat je hier support vindt, dan zouden dit je eerste targets kunnen zijn. Dan heb je een eerste target, even met de percentages, vanaf de prijs van nu, de eerste target, de gele VIPs, dan heb je het over 26%. Daarna ga je naar een bijna 50% en de 0,68 hier zit op een 81%. Dan push je winnen, breng je hierin. En mocht je dan echt veel verder gaan groeien, dan gaan we gewoon kijken welke VIPs we dan kunnen gebruiken. We kunnen nu al een beetje gaan zoeken. Want in principe heb je hier een downmove. En je komt hier eigenlijk, na dit stuk kom je hier uit die downmove. Het enige wat ik hier niet echt goed zie, is een goede retrace waarvan, ja, waar, waar we vandaan kunnen meten. Dus je zou hem eigenlijk helemaal moeten pakken. Ik denk dat ik toch maar even deze ga pakken. En dan ben je al bij de 4.236 gekomen. En exact. Dus je ik doe bij die eerste retrace en gelijk heb je een 4.236 hit. Dus het liefst wil je weer een nieuwe Fibonacci-reeks met een downmove En als het eruit groeit en daar die extension tool op losgooien. Want zoals je ziet, deze heeft gewerkt. Die 1.6 en 8 hit de 2.6 en 8-hit, zelfs de 3.6 en 8. En daarna de 4.236. Dat is een goede retrace, is vaak de move over. Maar oké, okay, deze 4.236 hebben ze ook gehit. Waar we die andere 4,2 die 6 op een 17 dollar hebben, hebben we deze op een 19 dollar. Dus het zit niet heel dichtbij, maar wel nog. Ik denk met een beetje fine tuning kun je dat echt wel dichterbij brengen. Dus dat kan best wel een reëel target zijn, mocht hieruit groeien. Eerst die gele VIP's en dan pas de rest. Ik hoop dat het duidelijk is dat het niet. Uh, het ziet er nu allerlei soorten lijnen uit. Die groene is dus helemaal van onder naar boven. En dan heb je hier de 0,6 en 8 waar die nu op is gekomen. Die witte. Daar is hij nu door de 0.6 en 8 gegaan en gaan we nu naar de 0.786. Met die gele zijn je upside targets. Dus omdat die 0.6 en 8 zit hier, dat is een beetje de $10.70. En dan heb je nog een pushje weer naar voor dit gedeelte. En dan heb je die uh, roze fips, dat zijn je extension tool vips waar die dus die 4.236 hebt gehit. Vaak is de move dan gedaan en zoals je ziet, het is ook flink gedaan. Want maak je geen beslissingen bij die en daarom je moet echt leren dat die 4.236 echt... Een goede eind er bij heel veel coins is, dus maak je daar geen beslissing. Dan sta je, geef je eigen gewoon weer 60% terug, dus pas ermee op um, tegenover je bitcoin. Ga ik hem ook natuurlijk heel even naar boven halen. En dan gaan we even, nou, ik, hier heb je dus niet echt een super goede uh, grafiek van, maar je bent wel weer bij een soort van risk reward plek bijna. Want je bent, heel, je bent weggegroeid. Een higher high op deze. Geen higher high op dit gedeelte. Dus je hebt een lower high op dit gedeelte gemaakt. Het volume is er ook niet echt aanwezig. En je ziet eigenlijk: hier heb je nog een, waarschijnlijk een square. Kijk weer in één uur of twee uur. En ga zoeken of deze al geclosed is. Maar hier heb je een grote square. En je ziet ook: hij valt helemaal naar beneden om deze square te vullen. En daar vindt die reactie op. En dan zakken we nog iets verder. Maar het lijkt er wel op alsof je een mooie reward plek krijgt. Natuurlijk kun je eerst even kijken wat voor trendlijn die, die, die pakt. Ik pak hem gewoon even vanuit hier. Kijken of dat al werkt. En dit bedoel ik met je risk-reward-plek. Je hebt echt wel een mooie risk-reward-plek. Val je hiermee verder, dan heb je eer, echt zonder vips, kun je al levels tekenen. En dat zie je ook bij de meeste beginnende YouTubers. Of, uh, dus hier heb je een soort van support-plek. Dus val je hier doorheen, door je dan kun je hier naartoe. En het volgende level zit dan natuurlijk hier ergens. Of het zit hier, of het zit hier. En dan kun je altijd nog dit level. Maar goed, laten we deze even. Want hier zie je op zich, dan groeit die eruit. hij eruit. Een breakout, hij test die breakout en gaat. En komt daarna niet echt meer terug. Dus op zich zou dit wel een mooie spot zijn. Ik laat hem gewoon even hier. Uh, wat ik je nu laat zien, is je risico tegenover je Bitcoin. Dus waar we daar uh, waar we net nog een 10 tot 25%. Dat zie je hier ongeveer. Dat is je risico. En dit is dan het grote ri risico plaatje. Dat is die 50%. Dan kun je altijd nog deze bodem testen, dus een 70%. Of deze bodemtesten, een 90%. Kan allemaal gebeuren. Maar goed, je hebt hier dus een mooie risk reward plek, want je, kom, je bent nu op deze trendlijn, waar je eigenlijk al vanaf het begin af aan supporter vindt. Dus 1, 2, 3. En eigenlijk bij de derde touch is vaak go. Dus je hebt een mooie risk reward plek. En ook tegenover je dollar ben je vrij goed, uh, of tenminste is het prijs goed naar ons toegekomen. Hij is in ieder geval bij die grote VIPs op de 0,6 en 8 gekomen. En bij die witte VIPs nog steeds kan hij nogal een stukje dalen. Dus ik hoop dat dit duidelijk is en dat je hiermee verder kan gaan. En dat wij weer verder naar de volgende kunnen gaan. Want de volgende is straks uh, voor mij niet geheel onbekende coin. Ik vraag me alleen af of, of het niet eerder een andere naam heb gekregen. Wat je hieruit kan halen is gewoon dat het een shitcoin is. Het maakt een hele mooie move. En daarna geeft het, het terug en komt eigenlijk, wordt nooit meer sterker dan bitcoin. Waar je dus andere coins ziet... Uh, waar je andere coins hoger ziet komen dan dit gedeelte... Dat is die consensusrun van 2018. Zie je dat dus hier niet. Dus hier, hier heb je op zich... Ja, je kan dit een mooie risk-reward-plek natuurlijk vinden. En dit kan, dit kan gevaarlijk zijn, maar ook wel heel positief. Dus dat de kopers het hier hebben gewonnen. En dat je hier misschien een push gaat krijgen. Maar je hebt hier, net als kijk ook weer tegenover je. Uh, of tenminste, uh, je XLM en andere coins. Die hebben ook hetzelfde soort patroon tegenover Bitcoin. En kijk wat die doen. Op zich zie, je hier, zie ik hier nog best wel iets positiefs uit. Als ik dan de dollar erbij ga halen. Dan heb je dit gedeelte. En ook weer hier moet je meteen uithalen. Het maakt grote moes, maar het geeft het wel helemaal terug. En het zak zelfs door een bodem heen. Maar je had hier dus een mooie reward plek. En ik heb nu deze fips al een tijdje. En dan ben je bij de 0.5. Ik vind deze toch nog steeds niet heel, uh, heel betrouwbaar. Vooral omdat, je, omdat ik niet vaak op die 0.5, dus die uh, uh, een goede retrace of een goede reactie erop heb. Nu zit er ook een 1.6 en 8 van die gele fips. Uh, het zit in een soort patroon waar we, waar we het al een aantal keer over hebben gehad. Het zit er nog wel in vast. En je ziet, hij wil het misschien wel uit en hij is er ook boven gekomen. Dus we kunnen hoger gaan. Als je dan naar die eerste VIPS gaat kijken. Ik denk toch, toch dat ik even wat VIPS eraf haal. Ik ga deze eraf halen. Dan zie je dat je al bij die 0,6 en 8 bent gekomen. Je hebt een papier steken dat we hoger kunnen gaan. Eerst weer ons risico inzien. Ons risico ligt hier. De vorige bodemtest is een 16%. Deze bodemtest is een 37%. En deze bodemtest is een 50%. Zak je dan verder? Dan kun je gewoon weer hier naartoe. En dan is een 80%. Dus dat is allemaal je risico. Omdat hij nu al die 0.786 hebt geraakt, 618 hebt geraakt hier in dit gedeelte, kan het gewoon al over zijn. Ik kan nu ook gewoon die move maken hier naartoe, of de grotere move naar deze 0,68. Probeer het ook eens zelf te bouwen. Ik ben geen financieel adviseur. Ik wil je juist laten leren om je eigen beslissingen te kunnen nemen. Het zal voor jezelf een stuk lucratiever worden als je dat ook kan. Want dan heb je, geen, uh, heb je niet echt meer van die services nodig. Of ja, je gaat gewoon steeds meer vertrouwen krijgen in je eigen kunnen. Dus daarom probeer altijd mee te leren, mee te tekenen en mee te bouwen. Probeer ook altijd je eigen dingen te testen. Ik weet even niet goed wat ik hierop moet zeggen. Je hebt, het is vrij duidelijk. Het is eruit gekomen uit deze sideways move of down, down move, een soort van bodempatroon. Het heeft weer de prijs teruggegeven en je begint nu te hangen waar andere coins ook hangen en een gekke pump hebben laten zien. Maar je zit nog wel steeds onder die consensus van uh, 2018. Dus ja, niet super, super, super positief. Uh, we gaan naar de volgende. Heb je er nog vragen over? Stel ze. Dat maakt mij niet. Ja, altijd terecht. Heb je deze video nog niet gelijk? Geef het zeker een volle like, uh, Ram. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan ook eventjes. Voor de nieuwe abonnees wil ik jullie hartstikke bedanken voor het abonneren. Ik ben nog steeds hartstikke blij dat ik elke dag groeit, groeit het kanaal. Dus hartstikke bedankt daarvoor. En ik, ja, mijn dank grenst aan idioot veel video's en idioot veel hulp voor jullie, uh, SXP. Ik wil toch eerst even de Bitcoin kant. Omdat je bij de Bitcoin kant zit je op een soort van risk-reward plek. Je, ziet, je komt hier op een soort van... Als ik deze helemaal eraf haal. En gewoon even een rechte lijn teken. Dus dat je goed ziet waar het support zit. En ja, dit kan zomaar een stoplosser in zijn. Maar je ziet hier heb je een mooie touch. Eén keer goed support. Daarna ga je verder. Hier krijg je een mooie support op. Dus je hebt hier een mooie risk-reward plek gehad. Als we dan... Gaan dalen en dan wil ik toch ook nog even die andere bodem erbij. Eerst je risico, dan pas verder kijken. Je risico als je er nu gewoon blind instapt is een, bijna een 30%. Om deze bodem even te testen, gaan we toch deze bodem testen. Heb je het over 50%? Goed, je hebt dus een mooie risk reward plek. Het ziet dit: is een higher high op dit gedeelte. Dit is wel een, heb je niet de bodem, ja, wel een beetje de bodem gebruiken. niet helemaal met overtuiging, maar niet de beste te tekenen zijn als het een bodem breekt maar het ziet er hier niet heel overtuigd uit hier ga je dan weer zoeken naar waar is die candle waar het echt door de grond heen zakt dan zie ik hier al een wik in hier dus daarin zie je al dat ik hem kan fine-tunen daar naartoe want uiteindelijk moet je natuurlijk kijken of je hem van het hier of hier maar je ziet dat deze targets al gelijk veel beter werken dan heb ik hem nog niet eens helemaal fine-tunen maar je ziet als je van de grond af komt komt als eerst tegen die 0,2,3,6 aan. Dat zeg ik. Je, je moet dit fine-tunen, een wik eraf halen. In een 1 uur 2 uur kijken. En dan kun je dit soort precieze targets krijgen. Maar goed, je hebt het hier weer over een mooi gat. Of een gat. Ik wil het liever over een ruimte hebben. Ik zei voorheen: zei ik steeds gat. En dat, dat klinkt zo raar. Je hebt het hier over een ruimte van 111%. Procent. En als je die wik. En ook. Kijk, hier val je naar beneden. En dan vind je hier weer support. Dus dit is ongeveer de ruimte, 130%. Dat is, het, dat is de eerste target. En dan heb je de 0,68 hier op de 370%. Kijk ook weer links. Hier vind je een goede retrace. Hup, naar beneden. Als je verder kijkt, hier een goede retrace. Hup, naar beneden. En hier gaat hij wel iets verder, maar daarna weer een goede retrace. Dus die 0,68 is weer een superbelangrijk level. Maar je hebt hier dus over een ruimte van 370%. Dan zie je hier nog een square op zitten. Dat zit weer dicht bij die 0,786%. Dus je hebt het eigenlijk over een ruimte van 500%. Dat is tegenover je bitcoin. Dus dat ziet er best positief uit. Vanuit daar kan ik dan ook weer verder kijken naar de dollar. Want tegenover de bitcoin staat hij dus op een mooie risk ward plek. Maar hoe zit dat tegenover de dollar? Um, ik heb aardig wat grafieken van uh, SXP. Hier zie je eigenlijk ook, uh, wat je hier moet zien, is zie je een soort van sideways move. Je test één keer de resistance, twee keer, drie keer. Je gaat er doorheen. Je komt weer helemaal terug. Daarna test je weer eigenlijk die resistance lijn. Ik zal hem even visueel maken. 1, 2, 3, 4 keer eigenlijk. En dan er doorheen. En daarna val je weer terug. En dan vind je hier, je gaat er doorheen en je vindt nog steeds die lijn. Het enige jammer is dus, en daarom kun je nooit echt op dit soort lijnen alleen vanuit gaan. Je ziet daarna valt hij er gewoon doorheen. Maar hier vindt hij dus weer support op die lijn. Dus dit kan wat positief uh, zijn. Het kan hier, deze kan al deze square hebben gevuld. Je had hier dus ook een mooie square waar je hier al een actie on kon ondernemen. Je bent ook bij die 0.833 gekomen. En als ik deze gewoon weer helemaal hier haal, dan ziet hij dat het er nog helemaal niet zo gek uit. Want dan heb je eigenlijk de 0,6 en8 pierc. Dus dan heb je hem gepierst omhoog te kunnen gaan. Je zit ook weer vast in een soort van uh, patroon waar we het al een aantal keer over hebben gehad. Ik ben van plan om even video te maken van alle soorten patronen die we op dit moment zien. Want je kan echt wel veel vergelijken met elkaar. Ik ga deze heel even weghalen, want die doet er even niet toe. Maar je hebt hier één keer geld gezien. Dus het geld wil, wil de in ingaan. En je hebt ook een goede retrace gehad. Je hebt nu weer de prijs naar je toe laten komen. Even kijken. Je bent bij die 1.6 en 8 geweest op de extension toolfips. Je ziet ook dat die 0.6 en 8 werkt. En de 0.236. Dus die werken ook. Dat komt waarschijnlijk nog uit de vorige video. Je eerste target, mochten we echt hoog gaan, is een 7,80 En die 4.236 zit op de 11 dollar. Dat heb ik uit deze lek. Het is een vrij grote lek. Waarschijnlijk kan ik beter deze lek of een lek die ik hieruit kan halen. Uh, ...gaan pakken. Uh, waarop zijn we dan geland? Dat, dat wil je ook gewoon even weten. Want misschien je ...als deze op... De, ...het ziet er niet naar uit. Het ziet er zeker niet naar uit. Want als deze op die 0.6 en 8 was geland... ...dan kon ik die hele lek gebruiken. Nu moet ik waarschijnlijk... ...een klein stukje daarvan gebruiken. Dat gaan we straks gewoon even doen. Want hier ben je op de 0.83 gekomen. Ik ga deze gelijk weghalen. Ik ga toch even kijken. Als we die extension tool hier uithalen... En voor jezelf ga naar een 1 uur, een 2 uur of een 3 uur. Ik doe het even in een 4 uur, want dan gaat het gewoon iets sneller. En ik zoek nu naar volume. Ik zie nergens volume. En dan bedoel ik volume in dit gedeelte. Ik ga toch nog één poging wagen. Ja, eigenlijk heb je hier dus een soort van sideways move. Als je dit zo goed ziet, als ik deze lijn even weghaal, want dat is op zich wel de lijn die die hier breekt. Dan zou je deze lijn kunnen gebruiken, maar eigenlijk ga je er hier pas uit en die geef je weer helemaal terug. Dus waarschijnlijk hebben we nieuw, krijgen we nieuwe candles om te meten. Besef ook weer dat Bitcoin een goede retrace hebt. en deze blijft best wel mooi hier hangen. De prijs is ook weer naar ons toegekomen, dus ik ga hem toch even meten. Laten we gewoon eens kijken. Als we deze lijn pakken... Want je komt hier wel uit een soort van downmove. Ik ga hem niet helemaal van beneden vanuit deze candle pakken. En hier heb je de eerste retrace. Op zich helemaal niet gek. Het liefst zo. En misschien moet ik deze, omdat hij er hier net uit gaat, nog wel bij pakken. En dan begint het helemaal interessanter uit te zien. Ik laat hem gewoon even zo staan, want dit vind ik op zich. En Dit moet je zelf gaan fine -tunen. Dit ga ik zelf ook in mijn, in mijn eigen tijd weer fine-tunen. Maar dit, dit vind ik er nu al wat beter uitzien. En dan, ik heb hier al een keer een blokje getekend, waarschijnlijk targets hieruit. Dus ik ga deze targets ga ik onthouden. Als eerst weer die retracement tool targets. Maar mochten we uit dit gedeelte groeien, dan heb je dus een $6,80 en een $7,60 een beetje als target. Als je dit ook zelf hebt gemeten. Laten we verder gaan naar de volgende. De volgende is XRP. XRP wordt gelukkig niet superveel aangevraagd. Alsnog wel altijd een keer. Uh, heb ik dan wat tegen XRP en ik vergeet eigenlijk vet. We gaan eerst naar vet. Want vet hebben we ook al een tijdje en die hebben weer targets geraakt. Uh, ik hoop dat dit niet een hele weerwerf voor jullie wordt. Even kijken. Die oranje zit hier. Dit is de 0 6 en 8, die eigenlijk de belangrijke. Ik ga me gewoon heel even wisselen, want zelfs ik word er een beetje duizelig van. En ik denk ook niet dat dit mijn beste grafiek is. Dit is al wat beter. Dan zie je dat je hier op die 0,68 bent geland. Je hebt het gepeers, dat betekent dat we lager kunnen gaan. Je zit onder die rode moving average. Je zit wel vast in die moving averages. Want je bent er eigenlijk wel door deze moving averages heen gekomen. Je begint nu een beetje support te vinden op de 0,68 en, en op die moving averages. Ook square op zie je. Dus je hebt hier op zich nog wel een ruimte waarin je even een bounce kan krijgen. Het eerste wat je gewoon moet zien is je risico. Stel dat je er nog niet in zit en je springt erin. Even hier naartoe is een 20%. Dan hier naartoe is een 40%. Dan deze bonentest is een 70%. Dus past er altijd mee op en zet er daardoor altijd stop losses. Je ziet ook als je een beetje deze lijn pakt en deze lijn dat je een soort van downtrend aan het creëren bent. Maar goed, ze wilden je altijd wel een beetje voor de gek houden. Dus dat uh, voor de gek houden noem ik vaak, uh, ik noem het voor de gek houden, maar het zijn vaak van die bounces. Ben ik hier heel content mee? Niet super erg. Misschien dat ik hem uit deze moet. Kijk, hier word ik al iets contenter mee. Ja, ik zou het eerst sowieso op dit houden. Mm. Hier heb je ook nog wel een groot square. En hier nog een square. Allemaal, ja, eigenlijk allemaal red flags voor mij. Maar mochten we nu dus groter worden of gaan groeien. Dan heb je het hier over een ruimte tot die 0.68 op, op een 40%. En dit is een pushje winner een 60%. Even deze top testen. Dus zeggen van 40 tot 100%. Als we dat terug gaan vertalen naar uh, de dollar. Je kan heel snel langs de ad kant gaan. Kijken of we daar een mooie risk reward plek hebben. En je ziet het. Je krijgt al een best wel mooie risk reward plek. Je ziet ook dat de highs higher worden. En de lows. Maar ik kan niet zeggen dat die hoger wordt. Maar. Hier, als we hier, je hebt op zich een mooie risk reward plek, want hieronder kun je een stop loszetten zetten en dan kun je op zich die grotere moest. Dus dit ziet er nog best wel keihard uit. Als je dan de dollar gaat kijken, en ik hou hem gewoon waarschijnlijk even op Bitfinex dan. Is deze duidelijk? Ja. Ja, hoe ik hem had, is dat ik ook zei van, bij die 20 cent moet je echt je ogen open gaan doen. En we zijn net niet bij die 20 cent geweest. Hier staat die 0,6 trouwens op een uh, 19,5 cent. Ik heb een andere exchange dat hier echt op die 20 staat. En daar is hij gewoon net niet geweest. Als ik hem vanuit hier had gemeten, was ik een stuk beter af geweest. Want ik heb vet wel een beetje verkocht. Maar ik weet dat de mensen op die 20 cent zitten te wachten. En dat hij daar dan net niet is geweest. En daarom zeg ik er ook altijd: gaandeweg in de groene kennis verkoop ik. Goed, je hebt hier die 0,6 en 8 pierst. Je hebt altijd nog een level wat je hoger kan gaan. We hebben net gezien dat die ruimte die we kunnen groeien tegenover de Bitcoin. En dat je tegenover je ad nog wel oké okay staat. En je blijft hier op zich nog wel mooi hangen. En je kan alsnog even deze bodemtest is 36%. Nou, dan komt dit meer overeen met tegenover Bitcoin, die 20%. Dus als we hier weer iedereen zakken. Maar goed, die 0,6 en 8 zit op een. 35% en die top op 40%. Dat komt ook weer overeen met tegenover de Bitcoin. Een push-winner breng je hier naartoe op een 70%. De 1.68 zit op die vorige top op een 100%. En dan kan je nog naar boven gaan voor de 2.68. De 2.68 zit nu op een 34 cent of 35 cent. Ik heb mijn voor, ik weet niet, volgens mij in mijn eerste video's heb ik wel vet behandeld. En toen had ik echt bijna exact deze top uh, berekend met Fibonacci. Ik kwam volgens mij echt op een 29 of een 28 cent. Maar ik zet er echt gewoon bijna precies op. En dat zei vanuit een move. Want dat moet je niet vergeten, die meting komt hier ergens vandaan. En dan heb je het over een move van 3000 procent. En dus daarin kon je precies zien dat dit een soort van top zou zijn. Uh, maar goed. Vet, om je het fomo te geven, 35 cent om nog meer fomo te geven. Hup, daar heb je de, bijna de 50 cent bij de 4,26 uit deze leg gemeten. Misschien kunnen we deze hele leg wel meten en dan krijg je nog hogere targets. Dat gaan we niet doen. Ik wil jullie geen fomo geven. Ik wil jullie juist leren om eh, daarmee om te kunnen gaan, dat je alles onder controle hebt. Je zit op een daily. En waar anderen dus vast zaten in het patroon en tussen die moving averages, is vet er nu doorheen. Dus je begint nu uh, support te vinden waarschijnlijk op die moving averages. Hij is zich wel een beetje er doorheen aan het werken, maar hier heb je nog de rode moving averages op de 11,5 cent. Daar zou die support kunnen vinden. Vinden we daar geen support? Dan kunnen we weer naar beneden. Maar ik heb op zich nog wel een goed gevoel erover dat we hier support kunnen vinden en dat we verder kunnen gaan. En dat de, dollar, de dollar-index ook wat uh, resistance uh, kan verwachten. Dat zien we vandaag nog niet echt. Maar ik, ik denk wel dat het komende week gaat komen. Maar, maar goed, voorspellen doen we niet. En uh, dat moet je ook zeker niet, jezelf niet aanleren. Je moet wel beslissingen maken voordat dingen gebeuren. Dus uiteindelijk ben je wel een soort van voorspeller. En ik zie, ik ben dit een beetje. Ik zie nu dat deze best wel wat geüpdate kan worden. Als ik deze heb. Dan heb ik hier die 0.26 die als eerste hier zit. En dan heb ik hier de en8 die als eerste hier geëerd wordt. Dus dan kom ik op uh, nou nog steeds 34 cent. Dus uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat je deze zelf ook kan bouwen. Dus ik had hem eerst vanuit hier en dan heb je ja, nu 19 cent. Ik ga toch even kijken naar de andere. Want we hebben nog wel andere grafieken gebouwd natuurlijk in video's. Maar ik, ja, ik zit zelf ook wel in vet. Dus ik hou deze zelf ook goed in de gaten. Nou, ik kom er even niet bij, maar dit zijn de targets. en uh, ja, Heb je hier vragen over, stel ze. En kom in de comments. We gaan naar de volgende, dat is XRP. XRP wordt ook de laatste en ook al een korte. Um, je hoort mij niet snel over XRP en je hebt mij al een paar keer over XRP gehoord. Ik vind XRP niet de beste coin, maar goed, het is een coin die van het begin is en die treed je gewoon het liefst vanaf de grond. Uh, en vanaf de grond, dat bedoel ik. Ik heb heel lang gewoon hier tussen gespeeld. Een beetje rond die ja, 20. En ja, dat je eigenlijk een beetje rond die 20 cent deelt had. De 20 cent had je 40%. En je had het allemaal posities van de bodem. Maar um, waarom ik niet zo gecharmeerd ben van XRP, is omdat het één move heeft gegeven en daarna nooit echt meer sterk is geworden tot dit moment. Nou, bij heel veel coins er natuurlijk. Nou ook weer. Hier een grote move. Hier maakt het heel veel mensen gek dat we de rechtszaak gaan winnen. En dan hup, weer naar beneden. Nu ben je boven die moving averages. En het enige positieve wat ik hieruit kan halen is dat het wel wat hoger zit dan andere coins. Je ziet ook dat je een beetje die down move aan het breken probeert te breken. Het is er nog niet gelukt. Maar je zit nog wel boven die moving averages. Dus ook weer bij deze, net als bij vet. We moeten gaan meemaken of het een beetje hier blijft hangen. En deze zit dus al bij die rode moving averages. Uh, bij de rode moving average. Uh, bij die vet, daar zit je dus nog een beetje erboven. Hier heb je misschien een kleine blueprint voor als XRP je support vindt, dat we dan deze targets gaan doen. Je hebt dus ook die 0,6 en 8 piers. Dus we hebben hier nog het volgende level bij de 1,50-1,60. Mocht er echt veel verder gaan, dan kunnen we natuurlijk deze gaan trekken. En ik trek deze gewoon even, die zijn al bijna gedaan, die VIPs. Maar dan zouden dit je eerste grotere targets kunnen zijn voor XRP. En ik weet dat ik die 0.26 die, die staat hier. Dus ik weet dat ik nog een beetje moet fine-tunen. En ik weet ook dat dit een 0,6 en 8 hit is geweest. Hier heb je ook nog wat candles. En dan zie je ook dat het begint te werken. Volgens mij had hij me wel gepierst. Ik, ik moet iets duiken hier zelf ook in. Dit is ook meer juist werk voor jou. Ik weet dat dit zo is. Ik weet dat ik het ook niet precies nu doe. En dat dit geen financieel advies is. En dat ik iets zelf wil laten leren. Maar goed, je hebt hier een 0,6 en 8 gehit. Deels gepierst. Mochten we hoog gaan, dan zijn dit je volgende targets. Dus waar ik eerst die 1,50, 1,60 zei, mochten we daaruit breken, dan heb je nog een, de vorige top op een 1,90. En dan heb je nog de 2,40 tot de 2,50. En dan heb je nog de vorige top op een 3,50. We kunnen daarna altijd gaan kijken wat voor extension fibs we krijgen als we hier uitbreken. Maar goed, het heeft zo'n lange storyline met die rechtszaken en zo. Dus ik, ik heb er niet heel veel vertrouwen in. Uh, ik heb wel vertrouwen in dat deze kan pumpen, want deze kan echt als een gek gaan. Besef gewoon weer je, je risico, eerst even deze bodemtest is een ah, 20%. Deze bodemtest is een 50% en hier weer naartoe wat XRP makkelijk kan doen is een 75%. Dus dat is allemaal je risico als je geen stap zet. Je upside, en daarom gelukkig hebben we wel veel aan, goede aanvragen waar veel meer percentages in zitten. Even die 1,40 of die 1,50, 1,60 zit op een 50%. Dan heb je dit nog, is een 142%. Dat is sowieso echt super mooi hoor. Maar kijk naar andere coins die gewoon een stukje minder risico hebben. En een veel waarschijnlijk fundamenteel ook een stuk beter zijn. Ik wil niet zeggen dat de XRP fundamenteel niet goed is. Maar ja, je hebt gewoon wat andere coins die er wat beter voor staan. Maar goed, je blijft hier een down move, een up move, het geld laat zien, hoog hangen. Dus het kan best wel zo zijn dat we die up move nog kunnen maken. Dus hou XRP in de gaten. Het enige wat ik je nog wel wil laten zien, en wat ik elke keer wil laten zien, of tenminste wat ik elke keer bij XRP laat zien, is dat het nog een aantal wicks heeft tegenover de Bitcoin. Ook hier weer een groot square up. Je ziet een mooie restrictie reward plek maar als je daar doorheen gaat, dan gaan we echt nogal een stukje lager. En we hadden het net over een 20%, 20%. Dus van als we vanuit hier gaan, dan is dit een 12% en dit is een 30%. Uh, waar het maar meer om gaat, is deze wik. Je hebt hier weer wiks, net als dat je die hier hebt, worden hier gevuld. Deze wik wordt hier gevuld. Heb je net als hier weer onder een wik, wat waarschijnlijk weer gevuld gaat worden. En het zit helemaal tot de bodem. Dus pas daarmee op en hou het in de gaten. En onderzoek ook voor jezelf wat die wiks doen. Het is niet alleen op uh, Polonix. Volgens mij staat het ook op Bittrex. Ja, hier op Bittrex is hij groen. Dus het liefst wacht je daar... Mocht je daar uh, voor je lange termijn bitcoin in zitten. op zich heb je hier natuurlijk wel een mooie risk reward plek. Maar goed, dat is je risico als je geen stop los zet. Dan kan je gewoon dus die wik gaan vullen. En die Wik vullen tegenover je Bitcoin. Deze Wik, en ik moet er heel even op zijn, heb je het gewoon over 55 tot 60%. Dus pas ermee op. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad aan deze video. Zo so ja, yeah, geef het sowieso een like. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan. En voor de nieuwe abonnees, nogmaals hartstikke bedankt voor het abonneren. En ook de oude abonnees, nog steeds hartstikke blij dat jullie er allemaal bij zijn. Ik zie jullie weer de volgende, volgende video. En tot ziens, adios.